welkom. We zijn hier op Oost-Java, vlakbij het stadje Pasitan. En wat ik je vandaag wil laten zien is een plantje, een speciaal plantje, vind ik. Het kruidje roert me niet. Mimosa pudica. En Mimosa pudica komt hier heel veel voor, zag ik al wel, toen ik hier wandelde. Het is een heel leuk plantje, een heel leuk effect heeft dat. En als je kruidje roemen niet kent, dan ken je dit effect vast en zeker wel. Ik laat het je even zien. Dit is dat plantje. Je ziet hier een roze bloempje. En je ziet hier een samengesteld blad. En als ik dat blad een tikje geef, en dan zie je het inknikken. Hier nog één. En je kan het wat subtieler doen. En dan zie je het wat langzamer invouwen. Hieronder ook allemaal. Zie je, ziet het overal. Zie je het invouwen. Het is waarschijnlijk ontstaan, denken veel biologen, als een afweermechanisme. Insecten die landen op dit plantje en het plantje gaat bewegen. Dat is natuurlijk een rare ervaring. Dus die insecten die maken zich uit de voeten, want er beweegt iets. Het zijn hele toffe experimenten die je hiermee kan doen. Want het systeem wat ervoor zorgt dat het plantje beweegt, of dat delen van het plantje bewegen, dat lijkt heel erg op een primitieve vorm van ons zenuwstelsel. Wat gebeurt er? Er is een stimulus, een aanraking. En die aanraking die zorgt voor een actiepotentiaal. En die actiepotentiaal kan je daadwerkelijk ook meten. Het is dan niet een actiepotentiaal in een zenuwcel, maar het is een kanaaltje. Het is te vergelijken met een bastvat. Geen houtvat, maar een bastvat. En cellen rond of in dat bastvat of omringende in dat bastvat, die reageren op die actiepotentiaal. En een aantal van die verdikkingen, van die cellen, die kan je zien, die zitten in een verdikking hier. Ik weet niet of het goed te zien is, maar hier zit een verdikking, pulvinus. Daarmee zit het samengestelde blad vast aan de stengel. Maar in kleinere versies daarvan zitten dus ook aan die deelbladeren en ook zelfs aan die hele kleine, aan die kleine blaadjes. Die cellen in die pulvinus, die naar aanleiding van een actiepotentiaal zetten die kaliumpoorten open. Dan stromen er enorm veel kaliumionen vanuit de cel naar dat vat toe, naar buiten de cel. Daarmee verliest hij zijn osmotische waarde. Aquaporine kanalen die zorgen voor enorm veel waterverlies en dat gaat heel snel. Dus eerst natuurlijk, of in samenspraak met het verlies aan kaliumionen en osmotische waarde, verliest die heel veel water. Dan verliezen die cellen een turgor. Je krijgt een heel snelle verlies van turgor en dat zorgt ervoor dat dat slap wordt en dat het blad gaat hangen. Dat het hele blad gaat hangen aan de stengel of dat die deelblaadjes zich terugvouwen. Dit gebeurt ook 's nachts, dan verliest hij ook zijn osmotische waarde. Dat gebeurt dan omdat er dan geen fotosynthese meer optreedt. En dan gaan die bladeren, die gaan dus 's nachts gaan ook dicht en die gaan ook hangen. Maar dat gebeurt dus ook als je die plant beroert. Dit zenuwstelselachtige functioneren vind ik onwijs interessant en heel leuk om te zien. En om te meten. Dus er is meer te vertellen over die Mimosa pudica. Die Mimosa pudica is een mimosa. En die mimosa's, dat zijn planten uit de familie, de Mimosaceae, die een symbiotische relatie aangaan met stikstoffixerende bacteriën. Daar heb ik het ook in een ander filmpje al over gehad. Die stikstoffixerende bacteriën die fixeren stikstof uit de lucht en twee gas, we zetten dat om in een voor de plant opneembaar stikstof. Dat is vaak is dat ammoniak of ammoniumionen, NH3 of NH4+. En dat geeft die bacterie af aan de plant. Hij zit vast aan de wortel, die bacterie. Er zijn bepaalde structuren voor waar die bacterie dan in zit. En in een die stikstof die wordt dan uit de lucht, diffundeert hij de bodem in. Dan zet die bacterie om in voor de plant opneembaar stikstof. Dat neemt die plant op. En die bacterie krijgt daar suiker in de vorm van glucose uit het fotosyntheseapparaat van die plant voor terug.
die plant die helpt die bacteriën, het zijn twee soorten bacteriën, die helpt die bacteriën nog meer. Hij maakt ook een wortelexudaat. Dat wortelexudaat dat is een vloeistof die uit de wortelen lekt. Dat is in dit geval is dat CS2. En CS2 is een stofje waar heel veel andere bacteriën en schimmels niet van houden. Dus die houdt die plant op afstand, zodat de bacteriën waar die een symbiotische relatie mee heeft, dat die het beter hebben en niet hoeven te concurreren met andere bacteriën. Dus dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld weer van dit symbiotisch samengaan. En zoals je weet, het is, als het goed is voor beide partijen, heb je dus een plus-plus relatie, zou je kunnen zeggen. En dat is mutualisme. Er valt meer te vertellen over dit plantje. Het is een exoot. Hij komt hier oorspronkelijk helemaal niet voor. Hij komt voor oorspronkelijk in Zuid-Amerika en Midden-Amerika. Maar hij is dus met het bewegen van mensen over de aarde meegekomen. En is wijdverspreid in de hele wereld nu. Sommige plekken zorgt het voor problemen. Er is een variëteit die in Hawaii terecht is gekomen. En die is giftig en dat zorgt voor problemen met veeteelt. Volgens mij is het een onwijs leuk plantje. Het systeem is heel leuk om te zien. Het kost de plant wel enorm veel energie om dit te kunnen doen. Want op het moment dat het beroeren voorbij is, je ziet het ook wel, dan zijn die bladeren die zijn helemaal ingeklapt. En met die ingeklapte bladeren kan je niet fotosynthetiseren. Dus het is verlies van fotosynthesecapaciteit. En het duurt even voordat hij die plant die bladeren weer helemaal uit heeft gezet. En dan moet hij die kaliumionen weer terugpompen. Dat kost ATP en dus energie. Dus het kost veel energie. Maar kennelijk werkt het, want hij komt hier heel veel voor. Je ziet hier een pad naar het resort waar ik verblijf. Naar het vissersdorpje. En je ziet hier de middenberm van het pad. Als je goed kijkt, zie je het overal. En nou dat ik weet dat het een exoot is, vind ik het ook niet erg om hem heel vaak te pesten. Mijn vrouw doet het al heel veel. En ik vind het altijd zielig, maar ik weet dat het een exoot is nu, dus nu mag het. Fantastisch effect is dit, toch? Heel cool. Met zo'n klap dan zie je dat het heel snel gaat. Maar als ik hem wat langzaam beroer. Heel mooi. Klapt hij zijn blaadjes zo in. Super vet. Bloeiwijze. Oh ja, hier. Hier hebben we ook de zaden. Misschien heb je hem al eens eerder gezien in een tuincentrum. Maar ik had hem nog niet in zulke grote hoeveelheden hier gezien. Heel leuk plantje. En helemaal niet verkeerd om op Java te zijn. Veel succes met Dio.